luistert naar een studie van Calvary Chapel Haarlemmermeer. We bidden dat de Heere tot je zal spreken en je zult groeien in jouw persoonlijke relatie met de levende God. Bezoek voor meer informatie onze website calvarychapel.nl. Dat is calvarychapel.nl. Goed. Laten wij beginnen met de preek van vandaag. Jullie mogen je Bijbel openslaan bij Marcus, hoofdstuk 1. We zijn nog steeds in hoofdstuk 1, maar ik beloof, volgende keer gaan we hem afronden. Marcus hoofdstuk 1, vers 35 tot 39. En vorige keer, in de versen hiervoor, in het verhaal ervoor, hebben we gelezen over de lange Sabbatdag die er was. Waarbij Jezus in de ochtend in de synagoge was en een onreine geest uitgedreven had. En toen 's middags waren ze in het huis van Simon Petrus. Zijn schoonmoeder was daar die koorts had en Jezus heeft de koorts genezen. En in de avond kwamen allerlei mensen uit verre en omstreken aan de deur van Simon Petrus om genezing te zoeken. Van Jezus, door Jezus. En Jezus is de hele tijd bezig geweest om een ieder die daar was te genezen van ziektes, te genezen van demonen, etcetera, etcetera. En de tekst van vandaag, die sluit daar precies op aan. En vertelt het verhaal van de volgende ochtend. Ja, dus we kunnen het misschien een beetje zien als een tweeluik. Hè? We moeten de vorige keer even in gedachten houden. En deze versen sluiten erop aan en gaan we door. Dus het is ook goed om, niet zozeer de preek misschien ook, maar in ieder geval de tekst van vorige keer en de situatie van vorige keer mee te nemen in onze gedachten van vandaag, zodat we een goede context hebben. Ja, en die situatie van die vorige dag, hè, van gisteren, vanuit deze context, was dat we een situatie hadden waarbij Jezus zijn autoriteit liet zien in woord en in daad. Ja, ze waren onder de indruk in de synagoge van zijn onderwijs. Ze waren nog veel meer onder de indruk van zijn autoriteit, dat hij met één woord een onreine geest kon uitdrijven. En ze waren dusdanig onder de indruk dat nieuws daarover, over Jezus, snel de ronde deed en dat er 's avonds een hele menigte aan de deur bij Simon Petrus thuis was. En Jezus stelde niemand teleur en genas hen allemaal. Ja, dat is de context, dat is de situatie waarin we onszelf moeten zien als we vandaag onze versen lezen. En wat ik vandaag wil doen is eigenlijk op twee verschillende manieren naar onze versen van vandaag kijken. En de ene manier is vanuit het oogpunt van Jezus en hoe we kunnen zien hoe de lange Sabbatdag van gisteren voor hem zich uitwerkte in die vroege ochtend van vandaag. En als tweede kijken we vanuit het oogpunt van de discipelen en hoe zij de acties van Jezus van die vorige dag meenamen in deze nieuwe dag, in de vroege ochtend. Ja, dus we hebben twee kanten en die kunnen we naast elkaar leggen, die kunnen we over elkaar heen leggen en tegen het licht houden en dan komt er, denk ik, hoop ik, een mooi plaatje uit. Dus laten we lezen, Marcus hoofdstuk 1, vers 35 tot en met 39. En 's morgens vroeg, nog diep in de nacht, stond hij op, ging naar buiten en begaf zich naar een eenzame plaats en bad daar. En Simon en die bij hem waren, gingen hem achterna. En toen zij hem gevonden hadden, zeiden zij tegen hem: iedereen zoekt u. En hij zei tegen hen: laten wij naar de naburige plaatsen gaan, opdat ik ook daar predik, want daarvoor ben ik uitgegaan. En hij predikte in hun synagoge door heel Galilea en dreef de demonen uit. Laten we bidden. Vader Heer, ik dank u voor uw woord. Heer, ik dank u dat het uitgaat en niet ledig terugkeert, Vader. En ik bid ook voor deze ochtend, Heer, dat het woord inderdaad niet ledig terug mag keren, Heer, maar landt in onze harten. Heer, open onze ogen voor de schoonheid van uw woord, Heer. Open onze harten en onze oren voor wat u vandaag voor ons te zeggen, Vader. Dat we van u mogen horen, dat we van u mogen leren, dat we in uw aanwezigheid mogen treden, Heer. Dat u ons vormt door uw woorden, Heer. Want uw woorden zijn woorden van leven, Vader. Als u spreekt, dan gebeurt er iets en dan ontstaat er iets en dat is leven, Vader. Dus ik bid hier voor deze ochtend dat als uw woord spreekt, dat u
ons transformeert, Vader, in uw evenbeeld, Vader. Ik bid dat in Jezus' naam. Amen. Op een koude avond in 2010 kwamen 100 marketing-experts samen in een restaurant in Helsinki, in Finland. En ze hadden een redelijk bescheiden doel en dat is Finland als middelgroot afgelegen land een wereldberoemde bestemming te maken voor toeristen. Dat was hun doel. Het probleem alleen is dat Finland bekend stond als een redelijk rustig land. En in dat gesprek dat ze met elkaar hadden, kwamen ze op een aantal sterke punten uit over Finland. Finland heeft blijkbaar uitstekende leraren. Heeft een overvloed aan wilde bessen en paddenstoelen. Heeft een bruisende culturele hoofdstad. Maar ze vonden dat al die dingen tekortschoten als iets als een nationale identiteit voor Finland. Totdat iemand op een gegeven moment het idee van stilte voorstelde. Een tijdje later kwam het marketingrapport uit over die tijd samen. En dat marketingrapport had een interessant en opvallend thema. Het thema stilte. Ja, en het idee was dus dat de moderne maatschappij, zeiden ze, soms ondraaglijk luid en druk kan zijn. En er stond in het rapport, stilte is een hulpbron. Het kan net als schoon water of wilde bessen op een markt worden gebracht. In de toekomst zullen mensen bereid zijn te betalen voor de ervaring van stilte. En ik denk dat dat nu ook al gebeurt. Ja, in een luide wereld verkoopt stilte. Als we een paar honderd euro uit willen geven, kunnen we noise cancelling headphones kopen. Zodat we helemaal afgesloten zijn van de wereld en niks om ons heen horen. Je kan ook een bedrag neerleggen om bijvoorbeeld een week lang op een stilte- en meditatiecursus te gaan. In alle stilte en rust. Ik weet ook van een bediening in Italië waarbij je de bergen in kan gaan voor een stilte-retraite. En 4 dagen lang alleen met God bent en niks zegt. Finland zag dus vanuit die marketing-experts dat het mogelijk was om letterlijk van niets iets te maken en stilte te verkopen. Ja, dus in een luide wereld verkoopt stilte. Maar Jezus wist dat natuurlijk al lang. Want wat zien we Jezus doen na de lange Sabbatdag van de dag ervoor? Na die lange en drukke, vermoeiende dag en misschien wel de drukst vastgelegde dag van zijn leven. In ieder geval tot op dat moment. Wat deed hij? Hij zocht de stilte op. En hij ging naar een eenzame plaats. Ik denk dat het redelijk is om aan te nemen dat er op de avond ervoor, in alle drukte van het genezen van alle vele mensen, dat er momenten waren dat Jezus zich vermoeid voelde. Dat hij moe begon te worden van de lange dag en van de taak die voor hem lag. Maar Jezus stopte niet met dienen. Ja, want dit is exact waar hij voor gekomen was, om de mensen te dienen. En hij diende iedereen die aan zijn deur kwam. En hij stopte pas toen de toestroom van mensen ook stopte en iedereen genezen was. Zo groot is de kans dat hij misschien wel, hè, omdat het pas na de zonsondergang van start ging, is de kans groot dat hij misschien wel tot na middernacht doorging met het genezen van alle mensen. Dat is redelijk om aan te nemen. En waarschijnlijk uitgeput was van het zorgen van alle mensen, voor alle mensen. Mensen zoals u en ik. Maar wat doet Jezus? Ja. Wat zouden wij doen? Maar wat doet Jezus? Ploft hij lekker op de bank neer? Zakkie chips, goede film. Ja? Gaat hij lekker warm in een badje liggen voor een tijdje met een goed boek? En kruipt hij onder de wol en slaapt hij lekker uit? Nee. En 's morgens vroeg, nog diep in de nacht, stond hij op en ging hij naar buiten. Op mijn werk. Ik ben een jaar geleden niet van baan veranderd, maar van functie veranderd in mijn werk. En in mijn vorige functie was ik elke maand actief betrokken bij maandelijks technisch onderhoud van systemen. Op zich best gezellig, want je bent lekker lang op kantoor. Je bent met collega's, je gaat 's avonds een beetje eten op kantoor en dan ga je aan de slag. En, hè, want dat onderhoud begon altijd 's avonds, meestal om 7:30, 8:00. En meestal was het heel ontspannen en relaxed en gezellig, maar er waren ook soms wel spannende momenten.
omdat misschien het onderhoud wat groter was, wat er gedaan moet worden, of wat er een nieuw project live ging van het een of ander, of misschien ook soms wel eens omdat er iets niet goed ging. En dan kon die avond, zo'n avondprogramma, wat meestal rond van 7 uur 's avonds tot 11 uur 's avonds was, kon ook wel eens een nachtprogramma worden. En ik weet nog goed, misschien de laatste keer, ik weet niet of de een van de laatste keren, was één zo'n avond dat het dus niet goed ging. En het plan was dus dat we om 7 uur 's avonds begonnen en ongeveer om 11 uur, 11:30 klaar zouden zijn. Alleen het ging niet helemaal goed en er gingen wat dingen mis. En toen dat gefixt was, moet er van alles getest worden voordat er groen licht gegeven kon worden, et cetera, et cetera. En ik moest daar de hele tijd bij blijven. En ik ging niet om 11 uur naar huis, ik ging ook niet om 12 uur naar huis, maar ik stapte pas om 4 uur 's ochtends mijn auto in om vanuit kantoor naar huis te rijden. Maar omdat ik gewend ben om dat maandelijks te doen, zeg maar, weet ik ook uit ervaring dat als ik thuis kom, ongeacht het tijdstip, dat ik niet meteen kan slapen, omdat ik gewoon... Er zit te veel adrenaline in je lijf van alle acties en je bent langer wakker en al dat soort dingen. Dus ook toen ik om 4:30 's ochtends thuis kwam, ga ik nog even zitten, pak ik misschien een serietje of een afleveringetje en ga ik naar bed. Ja. Ik weet niet wat u doet na een lange en vermoeiende dag. Ik weet ook niet hoeveel adrenaline Jezus door zijn lijf had stromen na die lange Sabbatdag. Maar, 's ochtends vroeg, nog diep in de nacht, stond hij op en ging hij naar buiten. Ergens tussen 3 uur 's nachts en 6 uur 's ochtends was hij of nog steeds wakker, of alweer wakker, en ging hij naar buiten om te bidden. En hij gaat, staat in de tekst, naar een eenzame plek toe, naar een eenzame plaats. En dat woord voor eenzame plaats is hetzelfde woord voor woestijn, wat Marcus al eerder gebruikt voor het woord woestijn. Ja, dus de plek waar Johannes de Doper preekte. De plek waar Jezus zijn verzoeking had met Satan. De plek waar hij als ware zoon gedoopt werd. Dat betekent dat niet dat hij op dit moment daar terugkeerde naar die woestijn, of dat hij überhaupt terugkeerde naar een woestijn, om daar zo'n stille tijd te hebben. Maar wat Marcus probeert te doen, wat hij wil aanduiden, is dat hij niet alleen naar een plek gaat, dat Jezus niet alleen naar een plek gaat waar hij compleet alleen is en afgezonderd van alles en iedereen, maar dat hij ook strijd ervaarde van die lange Sabbatdag. En dat hij symbolisch kiest voor een plek waar hij eerder al een overwinning behaald had. En we zien in Marcus, zien we op 3 verschillende plekken maar in het Marcus-evangelie dat Jezus aan het bidden is. En ik denk dat het belangrijk is om te zien. Hier in deze tekst, nadat hij alle mensen die er zijn geneest. Dan in hoofdstuk 6, vers 46, na de wonderbare spijziging. En vervolgens in Marcus hoofdstuk 14, als hij in de tuin van Gethsemane is. En die 3 plekken hebben, denk ik, iets gemeen. Ten eerste is het dat al die 3 situaties spelen zich 's nachts af. Of heel vroeg in de ochtend, maar 's nachts. Alle 3 keren gaat Jezus ook naar een afgezonderde plek toe om te bidden. En in alle 3 keren bidt Jezus in de context van een geestelijke strijd die hij ervaart. Omdat hij verzet ervaart in zijn bediening tegen iets. En hij heeft een keuze te maken. Dus we zien dat Jezus op cruciale momenten de stilte opzoekt. Tijd met zijn Vader opzoekt. Tijd met de Vader door wil brengen om zijn gedachten op orde te krijgen. En misschien zelfs wel zijn wil weer in lijn te brengen of in lijn te houden met dat van de Vader. Dus Jezus ging bidden als een gevolg van de lange vermoeide dag. En hij begon diep in de nacht, ergens tussen 3 uur 's ochtends en 6 uur 's ochtends. En hij was nog steeds aan het bidden toen de discipelen hem vonden. Met andere woorden, Jezus was voor een lange tijd in gebed. Uren, zeer waarschijnlijk, in gebed. En Marcus vertelt ons eigenlijk niks inhoudelijks over wat Jezus precies aan het bidden is, of waar hij specifiek voor aan het bidden is. Maar in vers 38 kunnen we wel lezen wat de uitkomst is van dat gebed van Jezus. Van het tijd doorbrengen met
zijn vader. En dat is dat hij resoluut is in zijn keuze om naar naburige plaatsen te gaan en te doen waarvoor hij gekomen is. En de nabijheid van Gods koninkrijk te brengen en te prediken. Goed, als Jezus uren in gebed is, dan kunnen we daar zelf ook over nadenken en op zekere hoogte invulling aangeven, wat hij in die tijd gedaan heeft. Dus we mogen zeggen dat het een tijd waarschijnlijk was van lofprijs aan aanbidding naar zijn vader toe. Tijd van dankzegging over de voorgaande Sabbatdag en het werk wat God aan het doen is in de levens van die mensen al daar. Misschien ook wel een tijd van smeekbeden en voorbeden voor de keuze om naar die naburige plaatsen te gaan. Voor geestelijke kracht om te prediken en zijn werk te doen. Voor open oren en open harten om de geestelijke waarheid te horen die hij ging brengen. Te bidden voor het werk wat al gedaan is en wat nog gedaan moet worden in zijn discipelen. We weten het niet precies, maar dat kunnen dingen geweest zijn. Maar wat we wel weten is dat aan het einde van zijn tijd waren zijn gedachten op orde en in lijn met de wil van de Vader. En hij wist resoluut wat hij ging doen. En ik denk dat dat gebed in die zin of dat moment zo mooi laat zien wie Jezus is als persoon en ook wie hij is in relatie tot zijn Vader. Ja, we zien Jezus die net een mens is zoals u en ik, dat hij moe wordt. Ja, dat hij tijd nodig heeft met de Vader daardoor. En dat hij daar ook bewust voor kiest om die tijd met zijn Vader door te brengen. We kunnen misschien zeggen dat het succes van de vorige dag geen betekenis had voor het succes van de volgende dag. Ja, elke dag is een nieuwe dag. Jezus wist dat hij niets kon zonder de Vader. Dat hij alleen op aarde was gekomen om de wil van de Vader te doen. En zijn vermogen om zijn werk te doen alleen gedaan kon worden als hij continu gevoed werd door de Vader. Want Johannes zegt dat hij en de Vader eens zijn. Ja, dus Jezus had die dag ervoor, had hij in zijn genezingen en in het uitdrijven van demonen, had hij bewezen wie hij was als persoon. Maar de kracht daarachter om dat te laten zien was gebed. Bijbelcommentator James Edwards zegt het volgende. Het werk van de Zoon van God is zowel een innerlijk als een uiterlijk werk. Jezus kan zichzelf niet in mededogen naar buiten uitstrekken zonder eerst aandacht te schenken aan de bron van zijn missie en doel met de Vader. En omgekeerd dwingt zijn eenheid met de Vader hem naar buiten in zijn missie. De betekenis van Jezus' bediening bestaat niet alleen uit wat hij voor de mensheid doet, maar evenzeer uit wie hij is in relatie tot de Vader. Hij is de Zoon, één in wezen met de Vader, en de dienaar, één in doel met zijn wil. Einde citaat. Dus gebed is de motor achter de bediening van Jezus. Het laat zijn innerlijke continu op, zodat het uiterlijke eruit kan komen. Ja, zijn effectieve dienstbaarheid werd gevormd door gebed, door tijd met zijn Vader. En hij vertrouwde compleet en volledig op het plan van de Vader in dat gebed. En het beeld van Jezus, dat hij zich terugtrekt naar eenzame plaatsen, zien we door alle evangeliën heen terugkomen. Ja, en om een paar voorbeelden te geven, in Matteüs 14, vers 23, stuurt Jezus de menigte weg om de berg op te klimmen, om te kunnen bidden. In Lucas 6, vers 12, gaat hij naar buiten de berg op om vervolgens de hele nacht in gebed te zijn. In Johannes 6, vers 15 trekt hij zich terug op de berg om alleen in gebed te zijn. En Lucas 5, vers 16 zegt, hij zelf trok zich geregeld terug op eenzame plaatsen om er te bidden. Het terugtrekken naar eenzame plaatsen om te bidden was een vast onderdeel van de routine van Jezus. Om langere tijd in gebed te zijn met de Vader.
Dus hij was niet alleen 3 keer per dag aan het bidden, volgens de Joodse wet en gewoontes. En waarbij de eerste keer van die 3 keer is, de eerste keer is na zonsopgang, hè, in het eerste deel van de dag. Dus dat is niet hier, want hij is nu voor zonsopgang al buiten om te bidden. Ja, dus hij deed niet alleen de 3 keer per dag volgens de gewoontes. We mogen ook aannemen dat hij niet alleen aan het bidden was zonder ophouden, zoals Gods woord zegt in 1 Thessalonicense 5, want hij is het woord, ja, dus dat doet hij ook, alleen dat zien we niet heel duidelijk, denk ik. Maar hij had dus ook langere tijden van gebed. En daarbij is hij niet alleen een rolmodel voor ons, maar hij leerde zijn discipelen ook om dat te doen. In Marcus hoofdstuk 6, vers 31 zegt hij tegen zijn discipelen: komt u zelf mee naar een eenzame plek, alleen en rust wat uit. En we mogen opmaken dat ook in de context is van het uitrusten in gebed. En we leven joh, in zo'n gehaaste wereld. We hebben nergens tijd voor, maken nergens tijd voor. Onze agenda's zijn overvol. Niet alleen privé, maar ook qua gemeente. Als het werk van de gemeente. En ik moest daarbij denken aan Alice in Wonderland, de Disneyfilm. Niet een van mijn favoriete Disneyfilms trouwens. Maar aan het begin van die film, als Alice nog niet door het holletje gevallen is, zeg maar, dan komt plotseling het witte konijn rennend voorbij, kijkend op zijn klokje. En daar zegt hij in het Engels: I'm late for a very important date. No time to say hello, goodbye, I'm late, I'm late, I'm late. Ja, klinkt lekkerder in het Engels dan in het Nederlands, dus ik denk ik laat hem in het Engels. Ja, maar niets lijkt ooit stil te staan, ja, ook tijd niet. Het lijkt allemaal zo gehaast te zijn en snel te gaan. Tenzij we bidden. Ja, gebed is een moment om te onthaasten. En er is niets mis met kort en spontaan gebed. Helemaal niets. Het is lekker op de fiets zitten, in de rij staan bij de bakker, in de auto, misschien ook nodig soms om even te bidden, met het verkeer om ons heen. Ja. Prima om korte tijden van gebed te hebben. Maar het is niet goed, denk ik, als we alleen maar vertrouwen op die korte momenten van gebed. Ik denk dat het goed is om ook tijden van langere tijden van gebed te hebben. Ja. We moeten tijd vrijmaken om langdurig en diepere communicatie met God de Vader te hebben. En net als Jezus onszelf losmaken van alles en iedereen om met God te kunnen praten. En dat betekent misschien dat we heel vroeg in de ochtend op moeten staan om dat te doen. Ik weet dat er mensen zijn die grote voorkeur hebben om in de avond hun stille tijd te hebben. Allemaal goed. Maar het kan soms betekenen dat we heel vroeg ons bed uit moeten om tijd met God te hebben. Ik denk dat ons vermogen om te dienen, in welke capaciteit dan ook, belemmerd zal worden als we deze tijden van langdurig gebed verwaarlozen in onze stille tijd. Dus Jezus neemt hier echt de tijd om met zijn Vader door te brengen. En die tijd was nodig om te reflecteren op de vorige dag. Die tijd was nodig om zijn gedachten te ordenen. Om zijn wil te checken met dat van de Vader. En misschien zijn wil weer in lijn te brengen met dat van de Vader. Want ook voor Jezus, denk ik, omdat hij net een mens was als jij en ik, lag het gevaar op de loer dat hij zich misschien liet meeslepen door zijn eigen gedachten, door zijn eigen menselijke verlangens. Ja. En niet meer in lijn liep met de Vader. Dus hij had die tijd nodig om te herkalibreren, zeg maar. Ja, om de naald van de kompas weer netjes op noord te krijgen. Om zijn gedachten te ordenen. En hetzelfde geldt voor ons. Doen we nog wel wat hij van ons vraagt? En doen we het ook nog op de manier dat hij het van ons vraagt? Lopen we nog in de pas met hem? Zoeken we nog wel de dingen die boven zijn? Stan bad dat vanochtend. Zoeken we nog wel de dingen die boven zijn, waar Christus is? Of zijn we misschien
bewust of onbewust bezig met de dingen die op aarde zijn. Met onze eigen dingen, met onze eigen verlangens en wensen en wil. Laten we het niet nalaten om echt tijd te nemen met onze Vader. En dit vergt wellicht dat we onze tijd met hem anders moeten indelen dan voorheen. Of op een andere manier naar moeten kijken. Dat betekent misschien dat we tijd of meer tijd met hem moeten gaan plannen. Voordat onze agenda's het overnemen en er geen tijd meer te vinden is. Dat betekent misschien dat we op een andere tijd met hem of op een andere plek tijd met hem moeten gaan plannen. Op een plek waarbij we echt compleet weg zijn van geluid en afleiding. Ja, telefoon niet meenemen, bijvoorbeeld. Ja, zodat we echt voor de volle 100% onszelf op hem kunnen richten. Het betekent misschien dat we onze hartsgesteldheid ten aanzien van tijd met hem moeten bijstellen. Moeten corrigeren. Om niet alleen misschien consequent tijd met hem te hebben, maar ook langere tijd met hem in te plannen. Het betekent misschien dat we creatief moeten worden. Om uit onze standaard routine, om uit onze sleur te komen van stille tijd met hem. En op een andere manier ernaar gaan kijken. Zodat we verfrist worden als we tijd met hem hebben. Het betekent misschien dat we met een paar broeders of met een paar zusters moeten afspreken dat we elkaar accountable houden om niet alleen stille tijd te hebben, maar ook langere tijd stille tijd te hebben. Goed om dat soort dingen samen te doen. Daarvoor zijn we denk ik ook aan elkaar gegeven. Dat is ook een vorm van fellowship, dat we elkaar hierin mogen aansporen en bemoedigen en vermanen. Ja, sinds denk ik 1,5 jaar plus zeg maar zit ik in een groepje met 2 broeders hier om 's ochtends onze stille tijd te hebben. Alleen even wat het vergt is een vinkje in de groep dat je het doet. Ja, dat gaat niet perfect, maar we sporen elkaar aan en we moedigen elkaar aan en we vermanen elkaar soms als we zien dat er weinig beweging is in de ochtend voor misschien een paar dagen. Ja, maar er is groei. Ik merk groei. Misschien de andere 2 broeders ook. Groei in mijn stille tijd, in mijn gebedstijd, in mijn tijd met hem. Ja. Zo ook afgelopen week in Duitsland. Ja, ik was daar op een church retreat van een andere kerk. Dus het was niet mijn kerk, dus het was niet mijn retreat in die zin. Ja, en ik sliep met 3 andere mannen op een kamer en ik dacht van nou, als we allemaal tegelijkertijd opstaan, dan wordt het chaos. Dus ik stond vroeger op dan de rest van de mannen. Maar goed, het waren allemaal jonge jongens, over het algemeen, dus die slapen toch überhaupt al langer, denk ik. Maar goed, hè, dus ik stond denk ik om 1:30, dus ging ik meestal mijn bed uit. In het donker sloop ik zo met mijn schoentjes in mijn hand en mijn bijbeltje naar beneden toe. Zat ik in de lobby, die helemaal leeg was en stil was. Alleen een schoonmaakster, die kwam schoonmaken soms. En ja, ik denk van, ik heb tijd nodig met de Heer om dat gewoon op die manier te doen. En dan zo rond 7:45, kwam we langzaam. Er kwam er wat leven in de tent, zeg maar. En het ontbijt was van 8:00 tot 9:30. En ja, de Duitse Pünktlichkeit betekent dat iedereen om 8:00 aan het ontbijt begint. Ja, dus hè, vanaf 7:45 begon het vol te lopen. Maar goed, mooi 1 uurtje plus, zeg maar, met de Vader. Maar we zien dat Jezus dus vroeg in de ochtend opstaat voor dag en dauw. En dat hij naar een eenzame plaats gaat, weg van alles en iedereen, om tijd in gebed met zijn Vader te hebben. En wie zijn wij dan om dat ook niet te doen, denk ik. Laten we verder gaan, vanuit het perspectief van de discipelen. Terwijl Jezus aan het bidden is, komen de discipelen eraan. We lezen alleen Simon Petrus, misschien dat hij alleen was, het is veilig om aan te nemen dat er meer discipelen waren. En de discipelen waren naar hem op zoek. En ze wilden hem vinden om hem te vertellen dat iedereen naar hem op zoek was. Dus wat is hier aan de hand? Als we hier verder lezen in vers 36 en verder. Als we naar de paralleltekst zouden gaan in Lucas hoofdstuk 4, vers 42, krijgen we misschien iets meer inzicht. Want daar zegt Lucas, de menigten
zochten hem en kwamen bij hem en probeerden hem tegen te houden, opdat hij niet van hen weg zou gaan. Ja, dus in ieder geval Simon en de menigte, misschien ook andere discipelen, wilden niet dat Jezus van hun weg zou gaan. Dus die vorige avond ging Jezus door tot op de laatste persoon om iedereen te genezen die genezing zocht. En we mogen uit de context opmaken dat de volgende ochtend er een nieuwe stroom van mensen begon te komen, die ook op zoek waren naar misschien onderwijs of genezing. En op zoek waren naar Jezus. Maar Jezus was er niet. We weten natuurlijk niet precies, maar je kan je voorstellen dat bij dat de discipelen, dat is het huis van Simon Petrus, de deur opendeden, zag de mensenmassa, oké, we gaan even Jezus wakker maken. We gaan verder. Maar Jezus was er niet. Dus ze waren verbaasd dat Jezus er niet was om het werk van de vorige dag door te zetten. En ze gingen naar hem op zoek om hem terug te halen. En Simon Petrus die zegt, iedereen zoekt u. Dus we zien daaruit hoeveel mensen naar hem op zoek waren en hoe populair die al aan het worden was. Iedereen zoekt u. En het werkwoord in de grondtekst van het achternagaan, ja, van Jezus, wat Simon doet en de menigte, is iemand achtervolgen of iemand najagen. Ik krijg een beetje dat beeld in mijn hoofd van een stel jachthonden die in het bos een vos proberen te vinden en na te jagen. Ja, zo moeten we dat werkwoord zien. Dus iedereen ging naar hem op zoek om hem terug te halen. En dat woord van het achterna gaan, dat wordt hier alleen, dat is de enige plek in het Nieuwe Testament waar dit woord gebruikt wordt. Maar in het Oude Testament, tenminste in de Griekse vertaling van het Oude Testament, wordt dat woord heel vaak gebruikt. En bijna altijd wordt dat woord in een negatieve setting gebruikt. Ja, dus dat achterna gaan heeft grote kans een negatieve klank, zeg maar, negatieve sfeer. En ook als dus Jezus gevonden is en Simon Petrus zegt, iedereen zoekt u, dan ook dat woord wordt in ieder geval door Marcus altijd op een negatieve manier in zijn evangelie gebruikt. Dus de woorden van Petrus moeten we eigenlijk misschien lezen als een soort berisping naar Jezus toe. Zo van, iedereen zoekt u. Wat doet u hier? Ja, dit is niet waar u moet zijn. U moet bij de mensen zijn. We zijn hier iets aan het opbouwen. Er is iets aan het gebeuren. Ja, u heeft geen tijd om dit te doen. U moet daar zijn. Ja, dat is een beetje extrapoleren, parafrasen, zeg maar. Ja. Vanuit Lucas kunnen we ook zien, hè? Ze wilden Jezus tegenhouden om weg te gaan. En ze dachten, wil je hier houden? Ja? Wil je bij ons hebben? Je moet verder gaan met wat je vorige dag aan het doen was. Dus de discipelen hadden een ander beeld dan Jezus had van hoe de dag zou moeten gaan verlopen. Ze wilden dat Jezus zou profiteren van zijn groeiende populariteit. Ze wilden dat Jezus meer wonderen zou gaan verrichten. Ze wilden dat Jezus optimaal voordeel zou houden uit zijn bekendheid van de dag ervoor. En de menigte en de discipelen deelden dezelfde mening hierin. En waren verbaasd dat Jezus geen vervolg wilde geven aan het succes van de vorige dag. Jezus verdween supervroeg in de ochtend om tijd met de Vader te hebben. En dat was juist omdat zijn populariteit van de vorige dag ervoor zorgde, dat zijn groeiende populariteit er was. Dat is juist waarom hij zo vroeg wegging, om tijd met de Vader te hebben. Als we kijken puur naar het Marcus-evangelie, gewoon naar het verhaal, puur naar de tekst zo lezen, dan kan je bijna, of misschien dat Marcus ons dat wil laten weten of dat gevoel wil geven, dat eigenlijk na de eerste dag van zijn publieke bediening, want er is verder nog weinig gebeurd in Marcus, na de eerste dag van zijn publieke bediening, dat de missie van Jezus al in gevaar was, omdat de discipelen een ander idee hadden dan Jezus had. Dus de menigte, die had hun beslissing al genomen. En de discipelen leken het daarmee eens te zijn. Wij willen Jezus
als wonderdoener, als attractie die gewoon mensen geneest. Dus ze hadden interesse als Jezus als wonderdoener, maar ze hadden geen, de menigte had geen interesse in een Jezus voor bekering. Ja, om onder de heerschappij van God te komen. En ik denk als de discipelen kijken, misschien dat ze gewoon simpelweg niet snapten wat er aan de hand was. Misschien nog niet helemaal door hadden wat de specifieke missie van Jezus was. En ze keken vanuit een menselijk perspectief en ze zagen de populariteit van Jezus. En ze dachten simpelweg dat Jezus precies dat ook wilde. Maar dit is waarom Jezus zo vroeg in de ochtend in gebed was. En na het gebed zegt, laten we naar naburige plaatsen gaan om daar te prediken. Jezus onderbrak de wonderen en genezingen om elders te gaan. De uitkomst van het gebed van Jezus, is dat hij zich niet liet afbrengen van zijn doel. Hij wist waarvoor hij gekomen was. Hij liet zich niets opleggen door de menigte of door de discipelen. Hij kwam simpelweg om de wil van de Vader te doen. En zijn missie was niet om zoveel mogelijk mensen te genezen als een soort manifestatie van het nabijgekomen koninkrijk van God, maar juist om de mens onherroepelijk te confronteren met wie Jezus zelf was. De levende, soevereine God en koning en redder. En die confrontatie met hem als persoon, dat vereiste de beslissing. En die confrontatie met hem werd kracht bijgezet door bijvoorbeeld genezingen. Maar Jezus' ultieme doel was niet om de mens te redden van tijdelijke aandoeningen, maar om de mens te redden van zonde en eeuwig oordeel. Dus Jezus' missiegevoel dwong hem om een ogenschijnlijk vruchtbare en populaire bediening, situatie, achter zich te laten, om te prediken van het nabijgekomen koninkrijk en dat te verspreiden door de rest van Galilea. En we zien dus in vers 39 dat er staat dat Jezus predikt in de synagoge van heel Galilea en demonen uitdrijft. Dus hij doet wat hij inderdaad besloot te doen. En we lezen in vers 45, een paar versen verder, dat Jezus daardoor zo bekend wordt dat hij niet meer openlijk over straat kan en dat mensen vanuit alle hoeken en gaten naar hem toekomen. Ik denk dat we misschien moeten oppassen om niet als de discipelen te zijn. Kijk, Jezus is op missie en Jezus doet zijn ding. Maar het is niet alleen belangrijk om met Jezus op missie te zijn en te zijn waar hij is en te zien wat hij doet. Maar het is ook tot op zekere hoogte goed om te beseffen wat het plan van Jezus is, voor zover hij dat laat zien. Op de lange Sabbatdag moet ik zeggen, hadden de discipelen Jezus aan het werk gezien. En ze waren enthousiast over dat werk. Hij geneest, hij drijft demonen uit en meer mensen blijven komen. En de discipelen denken, dit is goed. Ja. Dit is wat we wilden hebben, toch? De discipelen maten het succes aan de hoeveelheid mensen die kwamen en die genezen werden. Dat was hun graadmeter, zeg maar. En dus toen er meer mensen kwamen de volgende ochtend, verwachten ze dat Jezus ook meer mensen weer ging genezen. Dus ze beseften nog niet precies wat het plan van Jezus was. Maar het was niet zijn plan om nog veel meer mensen te genezen op dat moment. Dus de vraag aan ons is, denk ik, hoe meten wij voor onszelf dat het goed gaat met ons? Hoe doen we dat? Als we kijken naar onze bediening. Als we kijken naar hoe het gaat in ons christelijk leven. Als we kijken naar ons huwelijk. Als we kijken naar onze opvoeding van onze kinderen. Wat is onze graadmeter om te kijken hoe het gaat? Kijken we naar omstandigheden? Kijken we naar hoe de omstanders reageren op ons leven? Kijken we naar de uitkomst van wat we zien in ons leven
En laten we dat bepalend zijn. En dan als wij denken dat het goed gaat, of dat het gaat zoals het moet gaan, zeggen we dan tegen Jezus dat hij moet blijven doen wat hij doet, want het werkt. En als wij denken dat het niet goed gaat, zeggen we dan tegen Jezus om te gaan doen wat wij vinden, want het werkt niet, wat wij aan het doen zijn. En zijn we dan misschien zelfs verbaasd als Jezus geen verdere actie lijkt te ondernemen op iets wat voor ons op een vruchtbare situatie lijkt? Ik denk dat we ons soms zo makkelijk kunnen laten afleiden door onze omstandigheden en de situatie en hoe mensen reageren daarop. En dat als graadmeter te nemen of het goed of slecht gaat. Maar de graadmeter is Jezus. Waar waren de discipelen toen Jezus aan het bidden was? Bij de menigte. Dus waar waren de discipelen niet? Bij Jezus. En ik denk dat dat precies zowel het probleem als de oplossing is. Het probleem is dat de discipelen niet bij Jezus waren. De discipelen waren bij de menigte. En de discipelen liften mee op het enthousiasme en het plan van de menigte. En dat had een effect op hun hartsgesteldheid. En we zien dit op de manier waarop Jezus wordt aangesproken door Simon Petrus. Hé, wat ben je aan het doen? Wat doe je hier? Je moet daar zijn. En dat had een effect op hun effectiviteit in hun bediening. Want we zien wat de discipelen, en dus de menigte, voorstelt om te gaan doen die dag. Wat iets anders was dan wat Jezus voorstelde en wilde gaan doen. Maar toen ze Jezus zagen bidden, had dat voor hun een signaal moeten zijn om eerst aan hem te vragen wat zijn plan was, in plaats van hun plan aan Jezus op te gaan dringen. Ja, onze graadmeter is niet de omstandigheden, zijn niet de omstanders, is niet de menigte om ons heen die tegen ons praat. De graadmeter is Jezus. Dat is de oplossing. En dus is het door naar hem te kijken en naar hem te luisteren en bij hem te blijven dat we weten of we wel of niet op de goede weg zitten. Met andere woorden, als we in de pas met Jezus willen blijven, is het van essentieel belang dat we bidden. Dat is de plek waar we van hem horen wat hij van ons wilt. Dat is de tijd om onze wil in lijn te brengen met zijn wil. Dat is wanneer we navraag doen of we nog op de juiste weg zitten. Of we nog aan het doen zijn wat hij wilt. En of we nog aan het doen zijn op de manier dat hij het wilt. Het is in het bidden dat we onze kompas bijstellen naar Jezus. Dat we herkalibreren. En het is in langere tijden van gebed dat er ruimte ontstaat om tot dit punt te komen, denk ik. We kunnen en mogen niet verwachten dat we zonder gebed of met weinig gebed in de pas lopen met hem en er simpelweg vanuit mogen gaan dat wat we doen is wat hij wilt dat we doen, omdat wij vinden dat wat we doen goed is. Ga ik nog een keer zeggen. We kunnen en mogen niet verwachten dat we zonder gebed of met weinig gebed in de pas lopen met hem en er simpelweg van mogen uitgaan dat wat we doen is wat hij wilt wat we doen, omdat wij vinden dat wat we doen goed is. Ik denk niet dat Jezus ons de ruimte geeft daarvoor om tot die conclusie te komen. Jezus zegt in Johannes 5 vers 19... De zoon kan niets van zichzelf doen als hij dat niet de vader ziet doen. Want al wat deze doet, dat doet ook de zoon op dezelfde wijze. Jezus kon niets van zichzelf doen.
Hij deed alleen wat de Vader hem voordeed, zodat hij dat op dezelfde wijze kon doen. En Johannes 15, vers 4 zegt, blijf in mij en ik in u. Zoals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf, als zij niet in de wijnstok blijft, zo ook u niet als u niet in mij blijft. Vrucht dragen is alleen mogelijk als we in hem verblijven. Dus Jezus geeft ons denk ik hier een voorbeeld van hoe in de pas te blijven met de Vader. Op een kritiek moment in zijn vroege bediening nam hij de tijd om met de Vader te zijn. Om te weten wat te doen en om te weten welke keuzes te maken. En hij liet zich niet meeslepen door omstandigheden. Hij liet zich niet meeslepen door de omstanders en de discipelen. Maar hij koos resoluut voor wat zijn Vader hem vroeg te doen. Jezus was niet bang om radicale beslissingen te nemen, om zo in lijn met de wil van de Vader te zijn. Hij nam de tijd met de Vader, hij koos voor de Vader en het resultaat was vrucht in Galilea. Ja. Dus de vraag voor vandaag is simpelweg dit. Neemt u tijd en neemt u ook voldoende tijd in gebed om zo in de pas te blijven met hem? Ja, zoekt u die eenzame plaats op om tijd met hem door te brengen, om te verblijven in hem, om hem als uw graadmeter te hebben en zo vrucht te kunnen dragen voor hem. Laten we bidden. Vader, ik dank u, Vader, voor uw offer aan het kruis. Heer, ik dank u dat u voor ons aan het kruis bent gegaan, voor onze zonde, Heer. En voor ons op bent gestaan, zodat we nieuw leven in u mogen hebben, Vader. Waardoor de weg naar u vrijgemaakt is, Heer. Dat we toegang mogen hebben tot u. 24/7, dag en nacht, altijd, elke seconde, voor altijd, mogen we bij u komen en in uw aanwezigheid treden. Aan uw voeten zitten, van uw aanwezigheid genieten en van u horen, Vader. Heer, u verlangt ernaar dat we in uw aanwezigheid zijn, Vader. U verlangt ernaar om ons te vertellen wat u voor ons heeft. Wat u van ons wilt, Heer. Hoe u ons wil vormen naar uw eigen evenbeeld, Vader. Heer, bewerk het in ons, Vader, dat we die tijd ook met u willen nemen, Vader. Heer, waar zonde in de weg lijkt, Vader, te zitten, gebeurt het zo vaak dat we de tijd met u schrappen, Heer. Omdat we misschien niet in uw aanwezigheid durven te treden vanwege onze zonde, Heer. Maar dat is juist waarom u aan het kruis gegaan bent, Heer, voor onze zonde. Heer, help ons om niet te kijken naar wie wij zijn zonder u, Heer. Maar help ons te kijken naar wie wij zijn met u, Heer. En dat is dat we uw kinderen zijn, Vader. Dat u onze Vader bent, Vader. Dat we in aanwezigheid van u mogen zijn. Om uw wil te zoeken. Om uw wil te doen in ons leven, Vader. Dus help ons daarbij, van dag tot dag, Heer, om niet alleen op korte momenten, Vader, zo tussendoor, door de dag heen, maar ook gewoon voor langere momenten, tijd voor u te maken, Heer. Echt daadwerkelijk tijd te maken om in uw aanwezigheid te treden. Simpelweg in uw aanwezigheid te zijn. En misschien wel gewoon stil te zijn. Heer, en uw aanwezigheid het verschil te laten maken. En uw woord het verschil te laten maken, Vader. Zodat we echt mogen weten wat u van ons wilt, Vader. Heer, bewerk dat in ons. Heer, laten we ook elkaar daartoe aanmoedigen en bemoedigen om die tijden te zoeken met u. Heer, maar ook help ons om u als graadmeter te hebben in ons leven, Vader. Om naar u te kijken hoe het gaat met ons. Hoe het gaat in de dingen die we doen. Heer, misschien ook wel de dingen die we voor u doen, Vader. Waarvan wij misschien van onszelf denken dat het goed gaat, Heer. Maar wij zijn niet de graadmeter. U bent de graadmeter, Vader. Help ons om u te zoeken voor waar we naartoe willen. Wat u wilt doen in ons leven, Vader. Heer, ik bid ook dat als we als gemeente daarin groeien, Heer. Om uw wil te zoeken.
in uw aanwezigheid te zijn, Heer. Tijd met u te brengen, Heer, zoals we elke zondag voor de dienst een tijd van gebed, Heer, hebben. Doet ons daarin groeien, Vader. Heer, geef ons er verlangen in ons hart om uw aanwezigheid te zoeken, om uw wil te zoeken, om gelijkvormig te willen worden aan u, Vader. Om vrucht te willen dragen voor u, Vader. Ik bid dat in Jezus' naam. Amen. Tell you right now, it's gonna be alright.